Bewoners van de straat Rendier in Huizen die zijn nog steeds in shock over de liquidatie van de 59-jarige Ronald Bakker in zijn Ford K. Telegraaf TV sprak met een ooggetuige. Ik zat om 6:10 gisteren voor daar in de uitbouw aan de computer. En toen reed er met een extreme snelheid een motor weg. En dusdanig dat je gewoon opkijkt en kijkt wat daar rijdt. Beetje een wat jongere man, in ieder geval slank. En dan helemaal in zwart, zwarte motor. Ja, het is gewoon intriest. Het is een normaal gezin. En ja, dat zoiets zo dichtbij komt, dat verwacht je gewoon helemaal niet. Van de buren en zo heb ik gehoord, en de kinderen, schijnt het een liquidatie te zijn. Iemand in een auto staat die neergeschoten is. Je denkt, nou, het zit wel dicht in de buurt nu zo langzamerhand, al die criminaliteit. Het is liquidatie geweest. Dat hoorde ik aan alle kanten ook van mensen die daar in die straat wonen. Die man is gericht neergeschoten in zijn auto. De buurt kent ze amper. Ze hebben die man van gezicht gezien en voor de rest, want hij hield zich heel erg afzijdig van de mensen hier in de buurt.